Hi, dit is Marjanneke. We gaan een volgende tutorial opnemen. Dat is deze armband. Die heet Misha. Naar mijn hond. ik heb hem hier in drie verschillende uitvoeringen. Zo zie je dat als je iedere keer dat je een andere kleur en een andere paar kraal neemt, dat hij er een beetje anders uit gaat zien. Dit is met een dubbele kraal. En deze is helemaal in blauw met elastiekjes met twee kleuren. Die vind ik zelf eigenlijk wel heel erg mooi. Nu ga ik hem maken in zwart, oranje en geel. Je hebt ongeveer 50 zwarte elastiekjes nodig, 50 oranje en ongeveer 100 gele. Dan heb ik ga ik deze kraal gebruiken. Het zijn twee kralen met een spacer ertussen. Je hebt hier 10 of 11 nodig, ligt eraan hoe lang dat je hem maakt. Je opzet van je loom is 6 pinnen, 2 naar voren, 1 iets terug, de volgende nog iets terug. Dat is eigenlijk de opstelling die ik het meeste gebruik. Hij is 2 looms lang. Ik doe hem dan 23 pinnen en dan bij de 23ste naar binnen. We beginnen met het opzetten van de buitenrand. Dan begin ik hier in het midden en dan 1 omhoog, nog 1 omhoog en dan 23 pinnen. Bij de 23ste pin doe ik een elastiekje, zodat ik dadelijk weet wat mijn laatste pin is. Gebruik voor mijn armbanden glasparels, die eigenlijk gewoon het mooiste zijn. Die zijn, hebben een mooie glans en zijn vrij zwaar, blijven ook mooi zitten. Ik weet niet of ik deze in 2 keer op zal nemen, want op zich is hij vrij vlot te maken. Word ik natuurlijk ook alweer wat sneller nu. Er zijn verschillende manieren om deze op te zetten. Ik vind het makkelijkste rij voor rij, omdat ik dan kan zien hoe het loomen moet.
In principe is de laatste. De laatste schuin omhoog. En dit zijn de capbands. Dan pakken we de oranje en die zetten we op rij 3 en 4 recht naar voren. Nou wil ik het gewoon veel te snel doen. En dat schiet niet op. Ik zelf vind deze heel prettig om te maken, vrij. Als je eenmaal de slag te pakken hebt, is die vrij snel in elkaar te zetten. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik hem ook best wel heel chic uit vind zien. Ligt een beetje aan wat van kralen je gebruikt. Je kunt natuurlijk ook wat kleinere kralen gebruiken. En rij 4. Dan gaan we de zijkanten zetten en dan begin je op pin 1 van rij 6 en die zet je naar pin 1 van rij 5. De volgende pin 2 van 6 naar pin 2 van 5. En zo doe je de hele rand. In principe helemaal tot achteraan. Je kunt deze natuurlijk ook met 6 pinnen op 1 loom maken en dan kun je hem of verlengen of je maakt hem 2 keer. Het is maar net, ik vind alleen een verlengstukje niet fijn. Ik maak hem gewoon het liefste op 2 complete looms, zodat hij om een hele arm past. Als ik een complete ding, dan kan ik hem zo vastmaken met C-clips. En de laatste plaatsje op de laatste pin
van het rechte elastiekje. Dan plaatsen we rij 5 en die plaatsen van rij 5 omhoog naar rij 4. 5 omhoog naar rij 4. 5 omhoog naar rij 4. En zo doe je heel de bloem tot aan de ene laatste pin. En de ene laatste. Dan de andere kant. Dan begin je op pin 1. En dat is maar net wat je zelf prettig vindt. Ik vind van beneden naar boven leggen het fijnste. Maar je kunt het ook zo doen. Dat is maar net wat je zelf prettig vindt. Ik vind dit het prettigste en het snelste gaan. Doe je helemaal tot aan de ene laatste pin van de tweede rij. Zo, vliegende stukken. Dan ga je terug naar het begin. En dan leg je de volgende van rij 3, tweede pin, naar rij 1, rij 2, de eerste pin. 3 naar 2, 3 naar 2. En wat je dan ziet is dat je de gele een V vormt. Wel is het belangrijk de goede volgorde aan te houden. Eerst de buiten elastiekjes, dan de binnen elastiekjes. Anders kom je in probleem met het loomen strakjes. Deze leg je helemaal totdat je de laatste V hebt gelegd. En de laatste is de ene laatste pin van de Rina 2. En dan heb je alle elastieken gelegd. Dan als laatste de kralen. Begin je bij de tweede pin in de vierde rij. En je de andere kant legt hem naar de derde pin van de tweede rij. De volgende begin je één pin verder, doe je één pin verder. Dus de vierde pin van rij 2 naar de vijfde pin van rij 5.
pak je de volgende. En zo doe je de hele rij leggen. Iedere keer de volgende pin schuin naar de volgende pin. Iedere keer pak je de pin naast de pin waar je geëindigd bent met je vorige kraal. Sorry als ik er met mijn handen voor zit. En dan stop je bij de derde pin van het einde. Anders dan krijg je te veel. Als je er nog eentje extra bij doet, dan wordt dat hier niet mooi. En dan zitten al je kralen erop. Dan zet ik hem nu stil en dan zie ik jullie dadelijk.